on the back, look like Matt sitting on 28. Nah, you can't get it if you ain't got plenty cake. Ja, 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 natuurlijk Vissie hier weer. En vandaag weer een nieuwe Q&A natuurlijk hier op mijn kanaal. En ja, het is alweer deel nummer 22. Gaat alweer hard natuurlijk. Ja, elke week in ieder geval lekker op zondag. In ieder geval, ja, 's morgens, 's middags, 's avonds. Wanneer ik het eigenlijk tijd heb om het op te nemen, upload ik het natuurlijk. Op de achtergrond zien jullie trouwens gameplay gewoon van mij. MW3 gameplay, ik haal 48 kills. Regular Domination natuurlijk op de map. Lockdown. Lockdown is alleen Regular Domination. En ja, best wel leuk. Eindig op een hele lange hoge streak. Geen mohap, helaas. Dus ja, wel lekker in ieder geval voor de achtergrond natuurlijk. We gaan lekker over snel naar de vragen van deze week. Heb jij trouwens ook nog vragen? Dan moet je het ook achterlaten bij de comments. En het mag van alles zijn. Het mag grappige vragen zijn. Serieuze vragen. Mag alles zijn. Alles. Oké, behalve een pincode. Maar dat is een ander verhaal natuurlijk. Niet dat er geld op zit, maar toch, voor mijn gevoel, mag niet aan mijn pincode komen. Ja, en vergeet natuurlijk een blauw duimpje omhoog te geven, want dat steunt me enorm. Zoals Paul zegt over mij. Eerste vraag is van Simon Hart. En Q&A, ik heb twee vragen. 1. Welk schoolniveau heb je gedaan? 2. In welk land of stad zou je het liefst willen wonen voor 3 jaar als er een villa, een huis, een auto, een je eten, drinken, bla 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 bla, voor je betaald zou worden? PS, je maakt geniale video's. Dankjewel, Simon. Nou, allereerst natuurlijk, eerste vraag. Schoolniveau, ik heb MAVO gedaan. En dat heb ik gedaan in Almere. Heb ik uiteindelijk mijn studie afgerond. Sorry voor hond op de achtergrond. Kan gebeuren. Heb ik mijn studie afgerond op de Meergronden in Almere Haven. En daarna heb ik nog 1 jaartje bouwkunde MBO gedaan in Lelystad. En kijk, ik ben eigenlijk daarmee gestopt en ik ben gewoon gaan werken. Ik heb ICT gedaan. Ik heb daar, 4 jaar bij bedrijven gewerkt. Natuurlijk, 11 jaar een eigen bedrijf gehad. Nou, dat was het eigenlijk meer over schoolniveau. MAVO. MAVO D trouwens heb ik gedaan. Dat misschien nog wel een beetje positiever maken. Vraag nummer 2. In welk land, nou ja, een stad zou je willen wonen? Ik denk Kroatië. Ik ben er geweest met mijn ex-vrouw toen de tijd 2 keer. En ik vind het echt een fucking mooi land. Je kan er gewoon alles doen en ja, als er alles zou betaald worden, ja, heerlijk toch? Het is ook een klimaat waar het ook niet zomaar 40 graden is of zo, snap je? Want dat heb ik ook niet echt een hekel aan. Dat is een stomme zin. Nee, ik heb daar een hekel aan eigenlijk, 40 graden zou ik zo zeggen. Ik hou liever gewoon een temperatuurtje van 25 graden. Gewoon lekker weer, weet je? Nou, volgende vraag. Want ik heb er heel wat uitgezocht trouwens. Van Casper Willemsen, chocolade of chips? Nou, dat moet ik wel eerlijk toegeven. Ik ben best wel altijd veel chips. Nu wat minder natuurlijk, omdat ik op dieet ben. Maar in ieder geval, ja, chocolade vind ik ook zelf. Ik word er een beetje misselijk van als ik eerlijk ben. Ik hou wel bijvoorbeeld van chocolade drinken gewoon. Hè? Gewoon chocolade drank. Ja. Dat dus, zeg maar. Maar in ieder geval, dat hou ik wel van. Ja, verder, een reep chocolade zo, ja, daar maak je me niet echt heel erg blij mee, weet je. Gewoon lekker zakje chips. Lekker. Cheese onion. Ja. Vind ik lekker. Bacon. Bacon. Lekker, ook lekker. Coco de Baas vraagt aan mij. Q&A, gaat Ajax de voorronde Champions League overleven? Hopen, ja, ik hoop het niet, zou ik het zo zeggen. Ik denk het niet, als ik eerlijk ben. Want ze moeten voorrondes spelen, 2 voorrondes geloof ik. Dus de eerste voorronde, tenminste de derde voorronde is dat dan. Dat zal wel, nou, redelijke tegenstander zijn een beetje. Dat Ajax al zou moeten winnen, zou ik zo zeggen. Maar daarna krijg je gewoon een lastige. Waarschijnlijk weer een clubje uit Engeland of zo die een voorronde moet spelen. Playoff hè, dan in dat geval. Of Italië, Spanje, ja, dan heb je gewoon serieuze problemen. En daarnaast ook landen zoals, ik noem maar wat, Spartak Moskou of Dynamo Kiev, ik zeg maar, dat soort clubs. Dat zijn ook lastig voor een voorronde. Ik weet trouwens niet of ze de voorronde hebben gehaald. Dat zal ongetwijfeld wel trouwens. Of ze zijn trouwens rechtstreeks geplaatst. Maar ik denk, ja, ik hoop hem wel, denk het niet. Het zou wel goed zijn natuurlijk. Al, ja, denk ik wel dat ze dan de pool ook weer niet overleven. Ik vind Ajax echt een, weet je, ik ben een Ajax-ziet. Moet ik eerlijk toegeven, maar
Het spel is wel echt... Nou, daar is alles wel mee gezegd, denk ik. Hè? Volgende vraag van Stan Wilkinson. Q&A. Ga je Black Ops 3 uploaden? Natuurlijk. En wat verwacht je ervan? Ja, wat ik ervan verwacht. Ik hoop dat het gewoon een goede Call of Duty wordt. Qua YouTube is natuurlijk gewoon... Bijvoorbeeld Ghost en Advanced Warfare is qua YouTube niet echt leuk om te kijken. Qua spelen vind ik dan denk ik dat Ghost tegenwoordig wel iets leuker dan Advanced Warfare. Ik zit gewoon met Advanced Warfare zit ik gewoon met dat skill-based matchmaking. En ja, in Black Ops 3 hebben ze al gezegd dat het niet erin gaat zitten. Dus ja, we gaan het gewoon zien, weet je. Ik zou zeggen, jongens, jullie kijkers, laat het eens achter bij de comments. Wat verwacht jij ervan? Hè? Want het is natuurlijk wel weer futuristisch en zo. En een heleboel mensen houden er niet van. Die denken meteen aan tijd van vallen en dat soort dingen. Maar ja, blijft dan een beetje, ja, vet. Van Bro Videolol, de volgende vraag. Q&A, Call of Duty of Battlefield? Welke heeft de beste graphics? Schrijf je wel iets anders, maar dat maakt niet uit. Al altijd goede fits, dat Greta een keer terugkomt. Natuurlijk komt Greta terug. Wat dacht jij dan? Alleen, Greta doe ik alleen maar als ik gewoon, als ik echt iets heb. En ik heb trouwens wel iets en daar ga ik mee aan de slag, maar het is wel... beetje veel werk en ik moet je eerlijk zeggen, qua editen weet ik niet hoe ik dat moet doen, zeg maar. Dus ik moet dat met mezelf nog een beetje gaan aanleren hoe ik dat moet gaan doen en dan kan ik het pas gaan opnemen. Maar Call of Duty Battlefield, ja toch, Call of Duty natuurlijk gewoon lekker voor de snelheid en zo. Battlefield vind ik hartstikke leuk om te doen, maar zoals ik nu al merk hè, op mijn kanaal of zo, ik heb die twee oude lullen voor de 50 serie. Met Battlefield en zo wordt eigenlijk slecht bekeken en ik ga er ook mee stoppen trouwens met die serie. Gewoon omdat gewoon, ja, het is saai hoor om naar te kijken. En dat is eigenlijk het probleem. En qua gamen zelf vind ik het allebei hartstikke leuk om te doen voor de afwisseling. Alleen Call of Duty is gewoon wat sneller, spectaculairder, vind ik zelf, als ik eerlijk ben. Ja. Volgende vraag van Dennis Holman. Wat vind jij het belangrijkste aan een vrouw? Leuke Q&A trouwens, lekker blijven kijken. Oké, goed zo. Ik las de zin even verkeerd. Wat vind je het belangrijkste aan een vrouw? Nou, ik vind het gewoon zorgzaam. Lief. Leuk. Dat zijn echt de belangrijkste dingen. Ik denk dat het gewoon ja, het allerbelangrijkste is. En daarnaast, ja. Als het een beetje lekker is, natuurlijk ook lekker. Maar ja, wat is het? Wat is lekker? Voor iedereen is het lekker anders natuurlijk. Dus, ja. Ik val op hele andere vrouwen dan andere mensen. Ja, toch? Dat is gewoon zo. En gelukkig maar, dan zou het... heel erg lastig zijn om een vrouw te vinden, ja toch? Want dan valt iedereen op dezelfde. Ja, dat schiet ook even niet op, zeg maar. Dus, maar ik vind het gewoon belangrijkste is gewoon echt zorgzaamheid. Dat is voor een vrouw heel erg belangrijk. En, ja, eventueel toekomstig, je weet maar nooit. Dan zouden ze dat echt als kenmerk moeten hebben, zeg maar. Van Thomas Fischer, de volgende vraag. Q&A, denk je dat de Target Finder terugkomt in Black Ops 3? Ik hoop het niet. Ik hoop het echt niet. Flikker erop met dat ding. Dat is toch echt pure aids gewoon. Dat is een target finder. Oh, ik haat trouwens ook met thermal en dat soort dingen. Hè. Dat haat ik ook echt zo. Dus ja, alles waar mijn scoopjes en zo dingen. Dus hè, ik heb dan niet over een holographic of een iron sight. Of tenminste, iron sight. Ik bedoel, holographic of red dot of zo. Dat vind ik allemaal wel goed. Maar ik bedoel, met waar je doorheen kan kijken. Kan buizen met ECOG en zo. En met thermal en dat soort dingen. Target finder. Ja, nee. Absoluut niet. Opzouten met die bende. Maar ja, je weet maar nooit, hè. Er zit altijd wel wat in dat je denkt van... dat moet niet, hè. Dat moet niet. Joran Nienning. Vraag naar mij. Proficies. Bijna vis. Oké, dat snap ik hier. Oké. Q&A. Wat is jouw mening over de wapenbalance in Advanced Warfare? Ik weet het puur aids. Oké. ASM1 en bal veel te sterk aan mijn mening. Nou, eigenlijk is die bal en ASM1 niet veel te sterk. De rest is kut. De rest is gewoon kut. Als alle wapens nou gewoon een beetje opgevijzeld worden, een beetje sterker worden gemaakt, een beetje makkelijker handelbaar zijn, dan is het al een stuk beter. Dus ja, eigenlijk is dat mijn mening erover. Dus ik vind echt de ASM1 en bal, ja, ik gebruik ze ook. Ja, natuurlijk, gek hè. De rest is gewoon aids. Dus, nou, simpel. Van Timothy. Ah, Timothy. Ha, geweldig bij dat roken. Je had gelijk grote afknapper. Ja, dat was de vorige keer. Nee. Ben je ooit van plan om een super party te geven? Samen met de King of zo? Zeker gaan wij dat doen. Als het goed is wel. En dat moet natuurlijk. Paul is natuurlijk gewoon de grotere YouTuber hier in dit geval. Ik mag aannemen dat mijn abonnees
jullie allemaal ook de meeste zijn gekomen via natuurlijk de King77NL. Dus als dat gaat gebeuren, dan gaan we het ook zeker samen organiseren. Of zou ik zo zeggen, ik ben daarbij in ieder geval, hè, als Paul dat ook gaat regelen. Hij is dat in ieder geval van plan. En ja, ik hoor dat wel. Waar we dat gaan doen. We wilden het al eens een keertje eerder doen, maar dat ging niet door. Want er waren heel veel dingen en zo. Maar misschien, je weet maar nooit. Het zou leuk zijn. Ik denk ook dat het... ik denk dat ik het ook zelf ook leuk vind. Natuurlijk volgende week de YouTube Gathering. Daar ga ik natuurlijk zeker weten bij zijn. Volgende week. Ik hoop dat natuurlijk dat jullie ook daar komen. En ja, als je er komt. Naartoe komt. Laat het ook even achter in de comments en zo. Want ja, volgende week hartstikke leuk natuurlijk de YouTube Gathering. Ik ben in ieder geval 2 uurtjes bij Paul. Paul heeft 2 uurtjes van die senior sessie. En ik heb ook een uurtje ben ik bij NLG Minecraft van Somal. En ja, ik heb er gewoon veel zin in. Hey jongens, de Q&A is weer over. Ik zou zeggen jongens, geef een duimpje omhoog. Tot de volgende keer in de bye bye. Later!